Nou, de belangrijkste reden dat we voor de FCD en de GCD gekozen hebben, we hadden een handmatig proces waarbij alle microcomponenten handmatig uitgewogen werden. Nou, we zijn gaan kijken naar een installatie waarbij we dit zouden kunnen automatiseren. Nou, toen zijn we terechtgekomen bij KSE, waarbij we de kleinere componenten doseren op de FCD en de grotere componenten doseren op de GCD. FCD is ontwikkeld om in het kleine bereik zeer nauwkeurig en snel te kunnen doseren. Echt van enkele grammen tot maximaal 100 kilogram. Maar het speciaal aan de FCD is dat hij over het volledige bereik een hele hoge nauwkeurigheid kan halen. Om een bereik te kunnen houden van 10 gram tot wel 100 kilogram is de FCD de ideale weger. De GCD-weger is een weger die het gat opvult tussen de kleincomponenten en de macrodoseringen. De GCD is van basis uit een stationaire weger die weer bedoeld is van het bereik ergens tussen de 10 en de 1000 kilo te doseren. Door toevoeging van een weger-in-weging-principe, wat we al uit de FCD-systemen kenden, zijn we nu ook in staat om zeer nauwkeurig kleine hoeveelheden te doseren die niet verloren gaan in het grote volume van de GCD. Door deze grote GCD nu verrijdbaar op te stellen, zijn we zomaar bereid om standaard tot 48 silo's te bereiken. Het voordeel van flexibele silo's is dat zelfs de slechtst lopende producten hier goed uitlopen. De kans op brugvorming of redholling is ten opzichte van roestvrij stalen of stalen silo's hiermee enorm verkleind. Nou, de installatie die draait 2 tot 3 weken. De eerste ervaringen zijn erg positief. Nou, opvallend bij de FCD en de GCD zijn de doseernauwkeurigheden. We hebben nog geen enkele foutdosering gehad. Dus de doseringen die zijn voldoen eigenlijk helemaal aan de verwachting.